Geen enkele cultuur is zo verweven met de Nederlandse als de Indische cultuur. Een crew van 5 Rotterdammers met Indische roots doen onderzoek naar hun eigen culturele erfenis. En gaan verschillende generaties aan elkaar koppelen om zo de verhalen van de eerste generatie vast te leggen en de vragen voor jongere generaties te beantwoorden. Een typische Indische bezigheid is het samenkomen. Muziek, eten en gezelligheid spelen hierbij een grote rol. We volgen deze aflevering de 83-jarige meneer Passage naar een Indische bijeenkomst genaamd een Kumpulan. Op deze bijeenkomst onderhoudt hij contacten met andere Indische Nederlanders en het doet hem denken aan vroeger. We gaan nu luisteren naar een lied dat me terugdenkt aan de Japanse tijd tijdens mijn jeugdjaren. En dat lied heet Samalam de Chianjur. Het lied gaat over de stad Chianjur en dat we eens weer elkaar zullen ontmoeten in Chianjur. We volgen ook de 29-jarige Lara die op haar eigen wijze haar culturele erfenis in stand houdt. Dit doet ze door middel van het ontwerpen van accessoires van ikatstof. Ikat is een stof uit Indonesië, wat al eeuwen oud wordt doorgegeven van moeder op dochter. En wat zo speciaal is aan ikat is dat elk deeltje wordt afgebonden met palmblad. En dan wordt het in het verfpad gedompeld en zo ontstaat het patroon. Het kan een maand tot aan een jaar duren voordat dan de stof ook daadwerkelijk klaar is om te weven. Iets specifieks wat ik meegekregen heb van mijn ouders is zoveel mogelijk ook dat Indische cultuur proberen zo lang mogelijk te behouden. En ik vind ook leuk dat Indische cultuur om onder de Indischen bij elkaar te zijn. Dat echt typisch Indisch gedoe. Wat typisch Indisch gedoe is, zien we straks. Net als meneer Passage probeert Lara de Indische cultuur te behouden, maar dan met een hedendaags sausje. Ik probeer de ikat op een moderne manier te behouden, want het dreigt te verdwijnen. Door de vraag die afneemt, daardoor gaan jonge meiden gaan richting de stad om daar een katrombaard te doen, in plaats van te gaan weven. Dus wij proberen met de tassen mensen in het westen voornamelijk te enthousiasmeren voor de stoffen. En hierdoor kunnen de wevers blijven weven, omdat het hun trots is. Het is een kunstwerk die ze van hun moeder hebben geleerd. En die willen ze hun eigen culturele erfenis doorgeven aan de dochters. Nou, ik besefte me 2 jaar geleden is dat ik ja, eigenlijk Indonesisch ben. Dat heb ik nooit het gevoel gehad. Ik denk dat het heel erg mee te maken had dat ik op een leeftijd kwam dat ik wat volwassener werd. Ik ben nu 29 en dat het allemaal wat meer, dat ik meer mijn achtergrond ging zoeken. Waar kom ik vandaan en wat heeft het voor waarde en wat wil ik er verder mee? En toen voelde het heel erg van ik wil dit doorgeven en zowel aan mensen in de westerse wereld, maar ook mijn kinderen later, dat zij er ook nog van kunnen genieten. Meneer Passage is al 49 jaar in Nederland, maar zoekt nog steeds de Indische cultuur op. Zo doet hij ook zijn boodschappen bij een toko waar ze Indische producten verkopen. Ik kom hier regelmatig om Indische artikelen te kopen. Zoals bumbu, gado gado, tahu, tempeh. Zo'n beetje, als ik hier kom, dan voel ik me een beetje thuis. Voor mijn generatie, waar ik nog de echte Indonesische smaak heb... Ja, van vroeger, dat ik nu in Nederland ook zoiets heb. He? Alles bij de hand. Alles. Verlang je stroop. Stroop met klapper hebben ze hier. Verlang je stroop met tapé hebben ze ook. Het eten is niet alles. He? Daarom houden we ook veel van die kumpulans. Om de gelegenheid te geven elkaar te zien en te ontmoeten. Het is duidelijk dat meneer Passage andere Indische Nederlanders opzoekt sinds zijn komst naar Nederland. Ook Lara is geïnteresseerd hoe jongeren van Indische of Indonesische afkomst elkaar ontmoeten. De term Indo betekent een heel mooi en trots woord. Het is een dat je een mix bent van Indonesisch met Nederlands bijvoorbeeld. En dat je dat ook heel erg uitdraagt. Nee, Indisch vind ik heel, klinkt heel netjes. En Indo vind ik meer wat voor de jongere generatie op een of andere manier. Dat je dat ook
gewoon een statement kan maken. Ik vind het heel tof om te zien dat anderen ook bezig zijn met een culturele erfenis, zoals ik. Zoals je bijvoorbeeld hier ziet, de kopje soesoe van kopje soesoe. Zij doen ook op hun eigen manier, zetten ze een culturele erfenis door. Met mooie koffie. En zoals je ziet zijn het ook, proberen ze door te geven aan zowel Nederlanders, maar ook om Indo's te laten zien of Indonesische mensen te laten zien hoe trots ze zijn op hun achtergrond. En dat is ook hetgeen wat ik probeer met mijn tassen, dat ik de culturele erfenis doorgeef op mijn eigen manier. Maar wat zou volgens meneer Passage niet moeten worden vergeten uit de Indische cultuur? Gastvrijheid van de ouders behouden. Ja. En dat ze proberen de ouders ook, of de ouderen, te respecteren. Voor de jonge Indo-generaties. Ja. Maar het ligt ook vaak aan de ouders van deze jonge generatie dat ze zo weinig vertellen over hun afkomst in Indonesië. Ja, dat heb ik zelf ondervonden met mijn nichtjes en neefjes die hier wonen. Ze weten heel weinig over Indonesië en wat hun ouders toen meegemaakt hebben. Ik voel me heel erg verbonden met jongeren of de derde generatie Indo's die zich ook heel graag hun culturele erfenis door willen geven op hun eigen manier. Maar ik merk dat ik nog, ik heb bijvoorbeeld niet heel veel Indonesische vrienden of Indische vrienden. En ik zou het wel heel graag met de jongeren in contact willen komen om te zien hoeveel toffe dingen ze neerzetten. En om met elkaar samen te werken om die culturele erfenis door te geven. En te laten zien aan onze ouders en grootouders. Dat we dat geheel op onze eigen manier, maar wel doorgeven. Wat meneer Passage vindt van de manier hoe de jongeren de Indische cultuur doorgeven, zien we later deze aflevering. Hallo. Hallo, ik ben Olga Passage. Hallo. Welkom in de Kumpulan Tapanama. Dankjewel. Hallo. Lara wordt meteen warm verwelkomd en aan iedereen voorgesteld. Hallo. Maar u gaat dus ook naar andere Kumpulan? Ja. Maar is het alleen maar Indo's en Indonesische mensen? Of ik zie hier ook af en toe wel wat Nederlandse of misschien... Kijk maar voor, we maken hier onderscheid. En de kinderen gaan dan ook mee? Meestal niet. Meestal wat ouderen. Ja, maar ze zijn van een andere generatie. Die niet gaat optreden is een bekende entertainer ons, de Indo. Dat is Edis Halk. Dat is een bekende. Ja. Hij is hier ook wel vaker. Ja. Hij heeft ook cd's en zo. Hij staat onder de Indo's niet bekend. Oh ja, hij is ook wel heel vaker. Ja. Een echte entertainer. Het is wel mooi dat ook mensen dan ook gewoon aan dansen. Ja. Je gaat ook met je foto dadelijk, ga je maar. Ja. Ja. Nee, leuk vind ik, ze opnemen. Ja, met u? Nee. Meneer Passage, kent u deze stof? Ik ken ze wel. Ja? En ik heb zo'n idee dat dit uit het oosten van Indonesië komt. Ja, dit is de Tenun Ikat uit Flores. En ik maak samen met mijn familie en de wevers uit Flores deze tassen om mijn culturele erfenis door te geven. En wat vindt u ervan? Ik vind het heel mooi dat je nog een beetje aan de cultuur van je ouders denkt. Ja. En dat doorgeeft aan de andere jongere generatie van jouw leeftijd. Wat vindt u van dat de jongeren nu een culturele erfenis door willen geven aan toekomstige generaties? Vindt u dat het heel goed is dat we dat doen? Ik vind het een heel mooi idee dat de jongeren ook meer afweten van hun ouders. Ja. Van de cultuur van de ouders. Want ik vind persoonlijk dat ze hier veel te weinig weten. Hè, ja. Over het verleden van hun ouders. En de afkomst van hun ouders. Ze zitten in Nederland en dan zeggen ze gewoon, ik moet in Nederland. En voor de rest gebeurt er niks. Gebeurt er wordt niks doorgegeven. Ja. Je had het net over Indo en Indisch. Ja. Is het allebei hetzelfde? Allebei hetzelfde. Wij zeggen altijd Indo. Vroeger zeggen ze van Indo-Europeanen, dat zijn wij. Dus ja. Van Nederlandse afkomst is het Indo-Europeanen. Oké, okay. Ja. En daar komt dus het woord Indo vandaan. Indo. Ja. Zo werden wij genoemd in Indonesië, in Indië dan toen. Ja. Ja. En daar
hebben ze ook gezegd Indische Nederlanders. Wij zijn Indische Nederlanders. Toen we in Nederland kwamen, hoefden wij eigenlijk niet geïntegreerd te worden. Ja, omdat u al... We zijn al Nederlands opgevoed. We zijn Nederlands opgevoed, we hebben een Nederlandse schoolopleiding gehad. Dus alles, opvoeding, alles is Nederlands. Ja? Terwijl die andere buitenlanders die hier gekomen zijn, die moeten nog een inburgering krijgen. Ja, die moeten nog Nederlands leren. Die spreken allemaal Nederlands. Lara, mag je een vraag stellen? Ik zie een tatoeage hier. Hè? Ja. Op jouw linkerarm. Weet je wat het... Kan je me uitleggen wat het betekent, die V? Dit is dit komt van de ikat, van de Tenun ikat. Dit is een toempaal. En een toempaal wordt gebruikt als begin van de stof. En dat betekent eigenlijk er was eens, omdat elke stof een eigen verhaal vertelt. En ik heb deze op mijn arm laten tatoeëren, omdat ik was net terug van de wevers uit Flores. En ik kwam in Nederland en ik wilde zo graag die tatoeage, omdat ik toen mijn bedrijf startte. Er was eens en dan start mijn verhaal van mijn bedrijf aan de tassen. Dat is prima, heb ik nooit geweten. Toen u in Nederland kwam, wat maakt het dat u heel graag met andere Indo's in contact wilde blijven? Nou, we bleven in contact houden natuurlijk met onze vrienden. Hè? Ja. En we werden opgevangen in een pension. Dat heet een contractpension en dat waren allemaal Indo's. Hè? En zo heeft u al die mensen ontmoet? Die hoge mensen, jonge mensen. En dan kwam die Indische avondjes en zo komen we veel. Maar het is wel mooi dat je dan nog steeds bij elkaar samenkomt. We hebben altijd in die jaren dat ik dus in Nederland woonde. Ja. Heb ik altijd contact gehad met Indiërs. Ik vond vandaag echt super interessant en leuk om te zien dat ten eerste bij een kopje susu bijvoorbeeld, dat er al zoveel wordt gedaan om de culturele erfenis door te geven. En als ik dan, dat is wat jonger publiek, en als ik dan hier zie de wat oudere publiek en de compilan, dat mensen bij elkaar komen, dat vind ik heel tof. Alleen ik vind het wel jammer dat het voor de jongere generatie niet heel erg is. Het is fijn dat ik haar ontmoet heb en kennis met haar gemaakt heb. Omdat ze dus die vragen zo spontaan stelde. En ik vind voor een vrouw van haar generatie veel interesse heeft met de koepelen en met de Indo's. Gezien haar afkomst. Daar ben ik wel trots mee. Dat ze dit wil doen. Wat meneer Passage ook zegt. Het is jammer dat het niet doorgegeven wordt, want op een gegeven moment sterft het een beetje uit en dreigt gewoon de Indische cultuur te verdwijnen. En dat is jammer dat de ouderen zo denken, want ik zie juist dat heel veel jongeren er nu wat mee doen. En dat moet gewoon ook meer zichtbaar worden om lekker onze ouders en grootouders trots te laten voelen en dat wij dat doorgeven verder naar toekomstige generaties.